Opnieuw een enorm schip in de Rotterdamse haven. Zaterdagmiddag 26 februari arriveerde de 14.100 teug grote CS Sail Star op de ST Delta Terminal. Na aanlopen in Felixstowe en Hamburg kon het schip van China Shipping afgelopen weekend, ondanks een sterke wind, toch met behulp van 3 sleepboten in de smalle Amazonehaven bij ECT afmeren. De CS Sail Star is op een maiden trip, het op één na grootste type containerschip ter wereld. Voor China Shipping is het een nieuw recordschip. Het Chinese schip met thuishaven Hongkong is het eerst uit een reeks van 8. Dit jaar komen nog 5 van de 7 zusterschepen in de vaart. Ze vervangen eenheden met een capaciteit van 8468 teu. De nieuwbouw wordt ingezet in de AEX-1-dienst die samen met Evergreen verzekerd wordt. China Shipping is ervan overtuigd dat de nieuwe schepen volkomen. We hebben 2010 een heel goed jaar gehad, een jaar van heel veel herstel. We zijn er nog lang niet, maar we verwachten dat de komende jaren de groei gestaag zal doorgaan. Niet met zoveel pieken als misschien vorig jaar te zien is geweest. Maar wij verwachten een gestage groei van de markt uit het Verre Oosten, China, naar Europa. En ook de Europese markt vanuit hier naar het Verre Oosten is een groei te constateren. Het schip is ruim 366 meter lang en 51,2 meter breed. Niet alleen voor China Shipping een recordschip, ook de kapitein had nog niet eerder op zo'n groot schip gevaren. I started my first employment as the captain, as the master on the board of the vessel. It was at the late, not late, in the Soviet era. There was the capacity of the container was 300 only. Then move bigger, 1,000, then 3,000, then 9,600, now 14,100. Who knows what will be tomorrow? Maybe 18,000 will be. It's for me interesting. I really received the satisfaction of my job. It's good. Generally, captain is a very good position. Wij zijn heel trots op onze firma. We bestaan als firma nog maar, China Shipping bestaat nog maar 12,5 jaar. We zijn in 12,5 jaar gegroeid van een hele kleine firma tot een top 10 carrier op globaal gebied. Dus we zijn een wereldspeler geworden. En ook met deze nieuwe schepen bevestigt eigenlijk dat feit. China Shipping is na Maersk Klein, MSC en CMA CGM de vierde rederij die ultra-large containerships met een capaciteit van meer dan 13.000 teu in de vaart brengt. Later dit jaar zullen ook United Arab Shipping en COSCO dat voorbeeld volgen. In de loop van 2011 komen er in totaal zo'n 40 schepen van dit grote formaat in de vaart. De CS Sail Star vertrekt maandagnacht bij ECT en gaat dan weer richting China.